erover. Garcia. Met een beetje geluk tot bij de Rover. Daar is Berg. Daar is Berg. Maarten Rauwelaar. Goeie redding zeg. En hier maar die kans van Marcos Berg. Ja, goed snel naar de grond ten Rauwelaar. Berg scoorde nog nooit tegen NAC Breda, opvallend genoeg. In 5 wedstrijden tot nu toe. Gillissen. Die vangt hem op. Geen probleem voor Luciano. En zo is de wedstrijd zeker niet saai. Iets meer dan een kwartier bezig. Her en der wordt wat weifelend verdedigd. Maar voor beide ploegen gaat het tot nu toe steeds goed. Dit is ook weer zo'n lekkere bal, zeg. Luciano. Kolka dan. Goed. Ja, Kolka op de lat. Amoa. Hij biedt alvast zijn excuses aan Luciano, maar kan beter nog even opletten wat er nog meer gaat gebeuren. Kwakman. Nog maar eens een keer die kans dan van Kolka. Ja, kans. Het komt door die foute paas van Luciano. Een kans kan je dit echt niet noemen. Het is gewoon een prachtige uithaal. En hij zit er nog aan, Luciano. Mede daardoor de lat. Lovren zelf met de bal. Overtreding op Berg. En dus wordt er maar weer geklapt in de hoop dat Holla iets moois in gedachten heeft. Nou, dat zal wel lukken, dat in gedachten. Nu de praktijk nog. En dat is makkelijk voor ten Rauwelaar. Ondanks de aanwezigheid daar van een aantal spelers van Groningen. Boukari. Er komt wat meer ruimte, lijkt het. Nu zeker voor NAC. Gorter. Kolka. Goeie bal. Amoa helemaal vrij. En het is geen buitenspel. NAC leidt. Matthew Amoa. De Groningen verdediging staat te slapen. Eerst krijgt Kolka alle tijd om de voorzet te geven van Stenman. En dan wordt Amoa volledig over het hoofd gezien. Boukari geeft goed mee. Kwakman in het midden is de vrijheid bij Gorten. En Amoa voor 0-2. Amoa, nee! Kramp meteen bij Luciano. Maar nog geen tweede treffer voor NAC Breda. Dit had de beslissing kunnen zijn. Hij tikt de bal te ver voor zich uit. Daardoor eigenlijk de kans creërend. Omdat Luciano er ook niet bij kan. Ja. Dan doet Stemman dat uiteindelijk toch heel goed. En maar weer blind erin. Grankvist. Iedereen onder de bal door. Garcia. Het schot is goed. Oh, dat scheelt niet veel. Levchenko. Veel dichterbij is Groningen niet geweest in de tweede helft. Ineens uit de draai. Knap geschoten. Eén ding lijken we wel vast te kunnen stellen. De huldiging op de grote markt vandaag in Groningen komt er niet. Sterker nog, hij komt er waarschijnlijk in Breda. Ja, de huldiging komt er in Breda. Want Tjaba Veher maakt 0-2. En Breda kan vast naar het Radverlegstadion. Want NAC gaat Europa in. Slap optreden achterin van heel Groningen. Tot twee keer toe. Eerst bij het doelpunt van Amoa. Maar dit kan je toch amper verdedigen noemen. Niemand die iets doet. En dan schuift Veher hem rustig in. Penders haalt maar weer eens een bal weg. Wat dat betreft wel een typerend einde van dit duel. Ja, een zeer typerend einde. NAC plaatst zich voor de Europa League. 1-1 in Breda. Door die late treffer van Idab Delhaye. En nu 2-0 winnen in Euroborg. Maaskant heeft het gedaan met NAC.
Hij heeft de ploeg wat leuker, wat attractiever laten voetballen dan vorig seizoen. En het resultaat, dat is er ook nog eens. Want NAC plaatst zich voor Europa.